kleine broertje van Snoop Dogg. En vandaag, laatste dag. Vandaag MOD, de Black Marvel, Superchargers checken. En in de avond hebben we Last Emperor. En als afsluiter hebben we Bora's grote, dikke vriend, Nonfiction. Shit, die gaat kapot. En waarschijnlijk kunnen we geen afterparty checken, want we kunnen naar het hotel terug, naar de show. En dan inpakken en wegwezen, want anders gebeuren hier echt rare dingen. Zijn we bang. Het begint al. Je hoort het. Stop it, Larry!
Yo, yo, zijn we weer terug van hip-hop camp 2005. Dag 3 hebben we nu gehad. Toch wel weer een aardige verrassing. Zijn onze Nederlandse homies van MOD, Black Marvel en de hele Supercharger bende zijn we gaan supporten. Komen we daar aan, zijn ze er niet. Komt weer die skinny man en nog een zooi andere Engelse die komt weer gewoon zijn ding doen, niks aan. Blijkt dat ze in Supercharger klik een ongeluk gehad hadden, dus daar ze waren al onderweg. Het ging nog volgens mij een half uurtje na de tijd beginnen met de show. Het was banging, gewoon weet ik veel, 20 gasten waren ze mee of zo, stickers strooien, cd's strooien en de show was tight en het publiek reageerde goed. Non-fiction is dus niet geweest, wel Black Helicopters in the Sky gezien, maar geen non-fiction. Nog de Graffiti Jam check en yo, die shit was whack. Ik heb een paar mooie foto's gemaakt, maar nee, het was echt. Volgens mij was die muur 300 of 400 meter. En er stonden volgens mij wel geteld een stuk of 5 dope pieces op. En de rest was allemaal poep. Last Emperor. Die ging toen zijn ding doen. En ja, hij was nu een beetje hoofdact. Hij was met een paar Duitsers gekomen. Die mocht ook een paar nummertjes doen. En, ja, de show was leuk, maar niet echt een festivalshow. Dus ja, dat was wel een beetje jammer. En de mensen leken nog te blijven wachten op non-fiction. Maar na het Last Emperor was het vuurwerk en was de shit done. Ik sta hier nu gewoon op een zonnig eiland te chillen. En volgend jaar weer hip-hop camp Villa Pornova.